Ja, mensen, we zijn in bezet gebied. Het is heel bizar. De politie gaat toch proberen de mondkapjesplicht gestalte te geven. Ze zijn aan het vorderen. Heel triest. Ik roep iedereen op om te fotograferen. Elk nummerbord, elke politieagent, alles vast te leggen. Als je mensen van de pers ziet rondlopen, ook vastleggen. Dit is een schande wat hier gebeurt. Deel deze video, share, like. Maak er een videoparty van. Ze zijn nu die mensen aan het insluiten. Waarschijnlijk zal er voor iedereen een boete worden uitgedeeld. Die boete die is niet rechtsgeldig. Het insluiten is weer een trucje van de politie natuurlijk. Dit is niet rechtsgeldig. We zullen ook proberen hier wat aan te doen. Sowieso aangifte te doen tegen wetsmisbruik, ambtsmisbruik, etc. Ik zie slipjes als mondkapjes gebruikt worden. Prachtig om te zien. Ja, ach ja. Mensen. Ja, ik wist het ook niet, Willem. Ik wist het ook niet aanpassen. Maar ik ben op 2.0 ben ik aan het wachten. Wil je nog wat zeggen? Ja. Als we dan toch een statement moeten maken, bewustwording, dan doen we het maar zo. Ja, toch? Heel goed, heel goed. Ja. Alleen om bewust te worden, hè? Ja. Zeker. Je bent wat aan de hele trots. Ja. Waarom ga jij niet tussen die mensen staan? Nou, kijk, wat die mensen niet, nu doen. Ja, sorry, ik. Wil je met de woord staan of niet? Ja, ja, ja. Oké, okay, nou dan moet je iets dichterbij komen. Dan gaan we zo. Ja, goed. Ja. Okay. Nou, kijk, wat je nu doet, dat is gewoon een truc van de politie. Ze hebben ze eerst in laten lopen, nu worden ze ingesloten. Ja. Er wordt een weer. En gelukkig is het geen geweldsdelict nu, maar het is wel een ambtsdelict. Namelijk mensen opsluiten zonder dat ze gevorderd zijn. En dat is opvallend. Zijn gevorderd bij het opgaan van de lijnbaan. Ja, maar dat moet individueel gebeuren. Dus dit is absoluut een ambtsmisdaad. En waarom ga je er niet tussen staan? Ja, omdat ik het niet verstandig vind om te provoceren. We moeten dit veel slimmer aanpakken. Maar het geeft nu wel. Je ziet duidelijk dat er hier nu geprovoceerd wordt en dat het. Dat is iets wat we moeten proberen te voorkomen. Het is heel duidelijk maar dat de politie. Ook door, nee, jij provoceert door mondkapjes. Dat is mijn lezing. Ja. Dit is niet de wet. De mondkapjes zijn niet wettig. Hè? Er staat op mijn Facebook wall. Hey, hey. Er staat er wel. Sinds 2019 is een burka verbod. En de gemeentewet voorziet niet in het buitenwerking stellen van de grondwet. Dat is expliciet genoemd. Dan is er nog de Nuremberg-code. Er mogen geen experimenten op de volgende worden uitgevoerd. Dan is er ook nog het Europese verdrag van de rechten van de mens. Dus wat hier gebeurt, is echt een overtreding waar mensen hoger in de pikorde voor zullen worden aangeklaagd. Ja, en jij zei, we gaan de korteling aanbieden. Doe je dat dan als viruswaarheid of als persoon? Ja, als viruswaarheid is nu bezig het korteling aan te spannen in Amsterdam. En ook in Rotterdam. Er komen juristen tekort omdat er zoveel overtredingen zijn vanuit de overheid. Dus we roepen ook bij deze op aan alle juristen om mee te helpen. Want dit is een beetje vergelijkbaar met de Kristallnacht. Wat er nu gebeurt, je ziet het heel duidelijk in. De mensen die wel mondkapjes dragen, die worden opgezet tegen de mensen die geen mondkapjes dragen. Want zij moeten toch ook. En dat is een hele kwalijke zaak. Dat zou een overheid ten alle tijden moeten proberen. En weet jij wat je dan in het korteling aanvecht? Het aanwijzingsbesluit, de verordening? De verordening is niet rechtsgeldig, dus die wordt aangevochten. Maar het korteling gaat wel wat verder. Het gaat dus ook over de Nuremberg-code en het gaat ook over het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Over grondwet artikel 10, 11 en 12. Nou,
Maar voor de specifieke dingen kan je beter contact nemen met Jeroen Pols, want die zit daar helemaal in. Ja, ja, wat er hier gebeurt is gewoon niet rechtsgeldig. Nee, nee. Maar jij zegt hè, van ja, laat het nou niet escaleren, is niet verstandig. Jij ziet het meer de kans om het gewoon via de rechter aan te vechten, zeg maar. Ja, maar ons punt is al gemaakt. Ja. Er staan hier allemaal mensen zonder mondkapjes. Abu Talib wil met een ferme hand laten zien dat hij de baas is. Dat is dictatorsgedrag. En dat pikken wij niet. En ik denk dat het ook heel goed is om te laten zien dat het bestuur aan het radicaliseren is. En wat daarvoor nodig is, is dat wij niet radicaliseren en dus niet ons laten uitlokken. Want er zijn twee, eigenlijk wordt er gestuurd op twee reacties. En die reacties zijn escalatie, dat is met de groep die het er niet mee eens is. Want dan kan je ze in de gevangenis stoppen, nou noem maar op. En de andere is submissie. En dat zien we een beetje aan die groep. Ja, wat valt het? Die allemaal mondkapjes. Ik moet gaan kijken wat ze doen, want anders zie ik straks niet wat ze doen. Oké. Hey, dank je. Hoi. Even de pers te woord gestaan. Het is een interessante ontwikkeling hier. Ik zal nog even laten zien wat er allemaal gebeurt. Ik ga zo even wat klappen. Ja. En anders gaan we hier staan en dan kom je niet meer weg. Nee, helemaal niet. Oké. Okay. Je nog één keer. Wegwezen. Wat is je naam? Nee. Wegwezen dan. Oké. Okay. Dit is aangifte. Je staat erop, jongen. Hé, hey, je staat erop, hè? Je staat erop. Wat is je nummer? Wat is je nummer? Wat is je nummer? Ja, weet je wie er afstand moet houden? Jullie? Wat is zijn nummer? Wij moeten door kunnen lopen. Ik leef in een vrij land, man. Ik ga nu aangifte doen. Wegens geweldpleging. Ik ga nu aangifte doen bij het politiebureau wegens geweldpleging. Politie laat het escaleren. Ze worden agressief. Erg jammer. We wilden de politie de kans geven om te keren, maar het zijn bevel is bevel, mannetjes. Ik ben net beetgepakt. De politieagent werd duidelijk agressief. Het staat allemaal op camera. We gaan zo even aangifte doen.